Hi Jan. Goedemorgen, Tom van Geen Stijl. Jan de Kroon uit Veenendaal. Aangedaan. Treinenspotter. Treinenspotter, ja, dat klopt. Morgen Jan. Morgen. Ja, dan hebben we je gevonden in de trein. Dat klopt. Dit is al jouw ding, treinen, geloof ik. Zeker, zeker, ja. En dan zitten we in de laatste dubbeldekkerrit. Dit was de eerste dubbeldekker die reed in Nederland. Dit is zijn laatste rit. Ja, dat klopt, ja. En dan ga je de hele dag in de trein zitten. Ja, begin jaren 80 hebben ze deze via de Simpelveld, zeg maar, kwam het zo naar Nederland binnen. En is het zeg maar de eerste waar mensen boven elkaar konden zitten. Ik maak altijd een ritje door het land waar dicht hoe de werkzaamheden zijn het weekend. Zoals gisteren ben ik Utrecht, Rotterdam, Leiden, Schiphol, Amsterdam, Deventer, Zwolle en zo weer terug. En ik begon 7:15 ochtends en ik was even kijken, 8:15, 9:10 thuis. Ik heb altijd een app bij me, over info app. Dat is zeg maar, je trekt dit in en dan zie je het, welke stel er langs rijdt. Dat schrijf ik op en dat noteer ik op Sonda, een spots omloopdatabase. En doen heel veel mensen, zeg maar. Dat, als je thuis komt, ga je dat nog een keer in een database zetten? Ja, ja. En dan? En dan kan ik zien waar de trein, zeg maar, een paar dagen geleden of een week geleden, een maand geleden of een half jaar geleden, kan ik zien waar die is geweest. En zo dan zet ik gewoon een streep onder de zo en dan. Maar in ieder geval, dit is het treinenspot wat ik. Kijk, aangezien dat ik niet verwacht had dat we daar zouden rijden, maar hier. Dus ik moet dan zeg maar de andere positie innemen. 19. Jan, blijf je schrijven? Ja. Ja, want dat gaat ook gewoon een beetje door, hè? Ik zei ook, als iedereen die Jan kent, je kent Jan van het noteren van de nummers. He? Ja, zeker. Eigenlijk wel, hè? Dus, het is wel jammer dat de SGM-2'tjes nu al een beetje per kwartaal eruit gaan, heb ik gehoord. Maar we krijgen weer nieuwe treinen, dat weet je, hè? Nieuwe intercities. Als ze het doen. Ja, positief blijf wel, hè? Ja, je weet maar nooit. Ik zie denk ik daar 165-11. Maar dat wil ik niet gokken, dus dat is 186-03. En dan gaan we zitten, want zometeen komen we langs de Dijkschacht. We gaan nu even naar de andere kant even foto maken. Dag Priscilla. Hoi Jan. Ik word vandaag gevolgd door de camera. Dus vanwege mijn puberteit, omdat ik zeg maar bekend Nederlander ben geworden. Zoals je allemaal eens weet. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, het is echt een familiereunie hoor, met dit soort evenementen. Hoe is het? Ja, goed. Ja, ik word vandaag gevolgd door de camera. Ja, dus, bekende Nederlander ben je joh. Ja, ja, ja. Leuk om jou weer aan te treffen, hè. Ja. Dus het is echt een familiereunie zo. Hey Jan. Ben je er ook weer? Even wachten tot mensen. Oh, er komt nou net weer een trein aan. Wat is dit wat er dat nu is, aankomt? Aan het geluid horen ze SGM. Ik hoef niet eens te kijken. Dat weet ik al. Dus mensen zeggen, waarom ga je niet naar dat? Want je weet zo goed alles uit je hoofd. Dus, maar dit is SGM naar Hoorn. Die komt, begint in Amsterdam. En dan gaat hij naar Hoorn, dan gaat hij terug naar Amsterdam en dan gaat hij een ritje naar Zandvoort. En zo is het de hele dagplanning wat hij in de weer rijdt. Geeft het al wat opschrijven zo? Ook een soort rust en structuur? Jongen. Nou, het is wel, je bent wel druk bezig. Je bent wel druk bezig. Dus in ieder geval, dit nummer, ik heb ook een speciale eisen. Want dit is een drietje met een viertje, of met een tweetje, sorry. En dan zit het 21 en 29 hier. Dus ik heb altijd op zondag heb ik altijd zeg maar
op ABC volgorde zitten. Dus 29 bij 29, dan krijg je de 26, krijg je de, zeg maar bijvoorbeeld de 25, de flirt. Dus flirt, drietjes en twee en viertjes mag, kan ik ook niet aan elkaar zetten. Het moet viertje bij viertje, drietje bij drietje. SGM drietje bij drietje en tweetje bij tweetje. We gaan zo meteen naar Haarlem. En dan? Dan naar Zandvoort. En dan gaan we door naar Zandvoort in Amsterdam en zo weer terug Almere, Lelystad en Zwolle. En zo weer terug naar Amersfoort. Flinke rit nog. We hebben een flinke rit nog voor de boeg, ja. Mooi dagje, maar, of niet? Ik vind het wel een leuk dagje, ja. Dus, maar we gaan nu eventjes weer naar de andere kant, naar de trein, zodat mijn vriend ook mee kan. Even de tv heb gezien, zeg maar, met mijn of bij Bo. Nou, dus mijn vader is dus op 1 april overleden, dus 2005 jaar. Dus ja, dat is gewoon. En toen mijn oma, nog een jaar later, mijn oma, 96. 96? Ja, 96, de moeder van mijn moeder. Geboren in de MT, Maastricht. En ik ben afhankelijk van het openbaar vervoer. Dus als ik naar mijn tante ga. Naar Oldenzaal, dan ga ik altijd daar naartoe en dan ben ik opgehaald met de auto. Ken je Rutger? Nee. Die regelt het allemaal bij de NS. Oké. Is er nog iets speciaals wat je wil? Of zou je nog graag willen met treinen? Dan kan je het nu proberen te regelen. Nou, ik zou best wel een keertje een dagje mee willen gaan met een conducteur of zo. Want ik heb een keertje, dat was Julia, die mocht slapen op Utrecht Centraal. Ja. En dan mocht ik een keertje van alles doen. Ja, dat lijkt me ook wel iets, zeg maar. Dus een dagje meelopen. Ja. Maar het liefst met een trein, denk ik. Natuurlijk. Waarom? Op het station. Planning niet veel leuker, als ik dat zo zie. Oh, je bedoelt zeg maar met de computer, zeg maar. Nee, dat heb ik nog nooit gezien of zo. Meestal is dat zeg maar voor mensen die zeg maar uitgesloten die er mogen bij mogen zijn. Dus dan kan ik vanuit Veenland zo naar Utrecht komen en dan dat we daar bij bijvoorbeeld spoor 14 dat we daar afspreken of zo. Ja? Ja. Lijkt me wel leuk. Zullen we dat doen? Ja? Doen we dat. Moet je me nog mijn nummer hebben als we klaar zijn? Vertel Jan, wat is er geregeld? Ik mag een keertje meelopen als hoe heet het? Meeloopstage. Meeloopstage. Hoppakee, de snuffelstage. Snuffelstage, ja. Goed man. Ja, want ik werk gewoon 3 dagen betaald, dus ja, de vrijdag moet ik gewoon echt gewoon aan de bak gewoon. Ja, dan doen we dat op de donderdag zijn. Hè? Ja, ja. Nou, het is door één klein berichtje in de Volgende geschrapt, wat mijn windvoerder uit frustratie heeft geschreven naar de... Naar Klaas Dijkhoff. Dat had jij geschreven? Nee, met mijn windvoerder heeft dat geschreven. En die had dat, was een beetje chagrijnig naar het wachtgeld van Klaas Dijkhoff. Door dat kleine artikeltje is het, zeg maar, ben ik landelijk bekendheid geworden in de media. Zeg maar. Dus ik kreeg die woensdag, toen ik thuis kwam, zei Kees, ik kom even langs, want er is wat aan de hand. Nou, ik kwam thuis. En er waren dus alle soorten acties ontstaan. Ik kreeg zelfs een €50 van iemand een briefje uit van 50 uit Friesland van iemand die ook 40 jaar bij de zaak zit of zoiets. Er was ook eentje in de uitzending van Hart van Nederland was dat zeg maar iemand die net zoals ik dat ook heeft ondervonden zeg maar. En die moest het gewoon terugsturen en ik zei tegen Kees, als je daar nou eens even achterheen gaat, even informeert, dat is een half jaar geleden. En kijken hoe dat in zijn werk zit. Want ik wil dus geen zeg maar, een brief hebben van de UWV. Ja, dat ik het terug moet storten, zeg maar. Dus dat door het ene kleine artikeltje ben ik in landelijk bekendheid geworden met dat vanwege het UWV. Voor de stiekem nog wel een beetje leuk, of niet? Nou, mijn collega in de woning zei dat het wel, zeg maar... het hele spektakel gaat worden. Dus nou, dat is ook een tijd geleden dat ik in de duinen bij Zandvoort ben geweest. Kom eens hier weer bij ergens.
Mensen gaan zeggen ook, ga je ook de trein uit, ja. Maar ik hoef niet de stad in. Als ik daar niks heb te zoeken, dan heb ik niks te zoeken. Alleen station, bak koffie en weer verder. Het ligt nog wat ik bij me heb. Ik heb altijd een natje en droogje mee. Dus ja, kijk, nu gaan we weer komen eraan. Dus nu ga ik eventjes dit met mijn jas pakken en dan gaan we een foto maken buiten. Oké. Okay. Ja, we gaan eerst even daar naartoe. Wat mij nou opvalt, is iedereen bij elk station waar we even stoppen, stapt iedereen uit en gaat foto's van die trein maken. Ja, dit heeft ook hier gereden in deze omgeving, zeg maar. Dus dat is belangrijk? Ja, nou, dat willen mensen gewoon vastleggen. En die heeft ook in Haarlem gereden heel vaak. Tussen Dordrecht, Amsterdam, via de oude lijn noemen ze dat. Ze gaat vanaf Leiden, zeg maar, richting Haarlem en zo naar Amsterdam. En dat was vroeger een stamlijn, zeg maar. En zo ook naar Breda. Wat is de eerstvolgende rit? Donderdag. Dan gaan we heen? Dat weet ik nog niet. Ik mag met een dagkaart vanaf 9 uur reizen. Dan bekijk ik hoe de situatie dan is. Heb je er wat aan als mensen die jou aardig vinden jou een dagkaart toesturen? Ik vind het wel een leuke dagkaart. Ja, wie weet mensen, mocht u zich geroepen voelen om deze jongen dagje treinen cadeau te doen. Voor door de week, af en toe voor door de week of voor mijn vakantie. Stuur het vooral door naar Geen Stijl, wij regelen het. Ja. Jan, nou, ik vond het top. Fijne dag nog. Geniet er nog even van. Hè? En voor het weekend, moet ik even ook bij zeggen, het weekend heb ik vrij reis. Dus voor het weekend hoeft niet, maar een kaart voor door de week. Voor mijn vakantie, voor de zomervakantie. Dus maar ik wil nog even een foto maken van die kant. Kun jij even een foto maken van die kant? Dag Jan! Dag! Oh, je hebt de camera. Kom goed!